Het is maandagochtend vroeg. En we staan hier voor de winkel van Pearl in Medemblik. En daar is zojuist ingebroken. Ze zijn, zoals je kunt zien, zijn ze door deze deur naar binnen gegaan. Ze hebben het raam ingeslagen. De eigenaar van de winkel die is druk aan het vegen. Bram Koch. Wat is er allemaal meegenomen? De wat goedkopere zonnebrillen. Ja, en politie had het over, er zijn getuigen. Die hebben twee jongens op een scooter gezien. Twee jongens op een scooter. Donker gekleed, ja. Dat weet ik ook niet. Nee, ze komen dus straks nog terug voor meer spooronderzoek waarschijnlijk. Ja, misschien morgen. Ja. Het wordt niet open vandaag. Of wel? Jawel, hoor, morgen zijn. Jullie zijn gewoon open vandaag. Morgen, want, zijn wij, ja. Morgenmiddag zijn wij weer open, ja. Ja. Nou, jullie zien, deze lege schappen die zijn dus ook normaal leeg. 'S Avonds. Dat gaat achter de slot en grendel in een kluis. En ze hebben de goedkope spullen hebben ze meegenomen.